ben Trioxo en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik iets anders beginnen, want ik ga beginnen met jullie kijkers een vraag te stellen. Herinneren jullie je nog wat ik in mijn laatste video, waarin ik de chipjes eet en proef, herinneren jullie je nog wat ik daar op het einde zei? Nee? Oké, dan ga ik het eventjes voor jullie afspelen. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen en dat is dat ik jullie bij een volgende video zie. Zoals ik eerder zei, hopelijk is dat in een pretpark met een vlog, maar dat zal waarschijnlijk niet zo zijn. Maar... het kan soms echt gek gaan, want ik sta nu in Plopsaco. Net na Plopsaland, wat ik ook twee weken geleden of zo geüpload heb, ben ik nu hier te gast in Plopsaco, in een leeg Plopsaco. En wat valt er hier te zien? Ja, eigenlijk vrij weinig. Er is geen nieuwe grootste spinningcoaster zoals in Plopsaland te pannen. Maar ik dacht van ja, het is misschien leuk gewoon om jullie even mee te nemen. En zo heb ik ook nieuwe content. Ik vind het super leuk dat ik hier kan en mag zijn, dus dankjewel Plopsa. En ja, we gaan een beetje exploren, want... het is misschien niet even interessant en spectaculair als een Extreme Spinning Coaster van Mack Rides als de Ride to Happiness. Maar ik kan denk ik wel uitpakken met de nieuwe thematisatie van de Vlindermolen. Dus dat gaan we ook straks zien. Ik sta hier nu achteraan in het park naast het Doolhof. Hier met het torentje. Dit is hem dus, de ingang van het Doolhof. En het Doolhof is eigenlijk een heel leuk systeem. Dan moet je zo allemaal codes zoeken. En de juiste antwoorden is dan de juiste coaster, zoals hier. Hoe heet de hond van Gert? Bobby, Samson of Max? Nou ja, dat is Samson en dan de code is 2131A. 2131A. Oh, het gaat ook echt open. Nou jongens, eerste attractie van 2020. Ik bedoel 2021. Eerste attractie nou. Wat grappig. Wat een gek begin van deze video weer. Wel ja, zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik de eerste attractie van 2021, mijn eerste attractie van dit seizoen, kunnen doen. Net uit de Doolhof gekomen. En als we hier dan kijken, dan zitten we echt op het achterste puntje in het park. En ik vind dit toch een best wel mooi uitzicht eigenlijk. Dit was me nooit eerder opgevallen. Maar ja, nu het zo rustig is. Oké, je komt net vandaar en ik sta nu op een hele speciale plek. Ik sta eigenlijk aan het vijvertje. Waar er normaal gezien botsbootjes op zijn. Nu ja, die botsbootjes die zijn er momenteel niet. Dat is wel heel logisch, denk ik dan. Maar ja, heel leuk. Een leuke attractie voor de kleinste onder ons. Ik sta hier nu bij een mooi zicht op Halvar. En oh, dames en heren, deze achtbaan is echt een verborgen pareltje hier in België. Hij wordt vaak overgekeken. Er wordt er heel vaak overgekeken. Maar ja, deze achtbaan is echt heel gaaf. En op een bepaald moment... ik weet niet meer waar precies, zit er ook airtime op. Ja, en zeker backseat is dat echt heel fijn. En vooral tijdens de nocturne, dat is waar deze achtbaan echt, ja, echt kan shinen, zeg maar. Want eigenlijk doet hij het tegengestelde. Heel dit stuk bos is niet verlicht. Dus wanneer je met een nocturne s'avonds laat hierin gaat en het helemaal donker is, ja, dan krijg je een beetje zoals je wat, ja, het effect wat je krijgt met de Beast in King's Island. Maar dan hier in België. Dat is echt ongelooflijk. Ja, deze achtbaan vind ik echt heel goed. Heb ik altijd al goed gevonden. We verlaten het achterste deel en we wandelen door. En dit vind ik toch een van de mooiste uitzichten, hoor. Mensen, als je hier voorbij wandelt. De Maya Splash die van zijn drop afgaat. Halvar die voorbij rijdt op deze berg. Ja, ik vind dit echt een machtig uitzicht gewoon. Dus we gaan doorlopen naar La Place Sequoia. Zoals dat gebied noemt. Achter deze brug. Dus ja, mensen, kijk. Deze natuur, zo mooi. Dat heb ik altijd al heel, ja, een grote troef gevonden. Een hele sterke grote troef aan Plopsaco. Het is ook gewoon heel grappig om te zien hier bij de Maya Splash. Hoe dat de bootjes gewoon nog in het station staan en zo. Dat vond ik echt wel grappig om te zien. Het is zo jammer, dames en heren. We zijn volop paasvakantie. Het had hier zo mooi kunnen zijn. Of ja, het is hier heel mooi, maar ik bedoel met bezoekers en heel gezellig en zo. Ik hoop echt waar, vandaag zijn we woensdag trouwens, dat ze een groen licht geven voor de pretparken. En dat hebben ze wonder boven wonder ook gewoon gedaan. Enkele uurtjes na mijn bezoek aan Plopsaco kondigde onze Belgische regering aan dat de pretparken weer vanaf zaterdag 8 mei mogen openen. En om eerlijk te zijn, heb ik hier momenteel nog sterk mijn twijfels over of dit wel zo zal gebeuren, aangezien er ook nu weer voorwaarden aan verbonden zijn. Net als de aankondiging in maart, mogen de cijfers ook nu weer niet stijgen en ja, we weten helaas allemaal hoe dat de vorige keer is geëindigd.
We komen het vandaar en we wandelen nu op de Plas Sequoia. Zo is denk ik de naam van die themagebiedje. En wauw mensen, het is hier zo stil. De rust is echt... Ja, het is echt ongelooflijk eigenlijk om dan te bedenken dat dit zo... Ja, een attractiepark is waar er zo superveel mensen zijn en sfeer zijn en zo. En dit hier is de grote nieuwigheid. Of ja, grote nieuwigheid vorig jaar dan toch. Maar nu met thematisatie. Ja, wat is er veranderd? Dat groen wat jullie zien rondom die middenbouw, dat was eigenlijk van hout. En dat hebben ze nu mooi aangekleed en gethematiseerd naar bladeren. En van boven hebben ze allemaal besjes en bloemen gezet en ook nog wat figuren. Ik zie Maya erbij op de achtergrond, Willy erbij en Flip de springhaan, als ik me niet vergis. En ja, als we eens eventjes van dichterbij gaan kijken, het poortje staat hier open, dan ja, dit is echt een supermooie molen. Vorig jaar heb ik hier al opgezeten om hem uit te testen. Die vlog kunnen jullie zien. En ja, ik vind het echt heel leuk, het apparaat. Hoe het werkt is simpel. Je neemt zo een beugel, zeg maar. Je duwt en je trekt eraan. En daardoor kan je de arm naar boven sturen. Dus het is echt een duo-attractie, zeg maar. En dat is een beetje waar Plopsaco om bekend staat, beter gezegd. Is echt attracties om te doen. En ja, deze voldoet daar zeker aan en vind ik echt super leuk om te doen. Ik wandel er naartoe en ik krijg zoveel zin om in deze achtbaan te gaan. Mensen, echt. Voor degenen die het nog nooit gedaan hebben, halfhard ride of halfhard gewoon, geen idee. deze achtbaan is echt goed. Dus ja, het is wel heel jammer om er niet in te kunnen, maar gewoon hier staan is al waanzinnig op zich. En kijk die lifthill dan. Jezus, wat een hoge lifthill. Echt heel gaaf. Daar staat het treintje voor binnen. Mooi stationgebouw ook eigenlijk. Zeker als je bekijkt naar hoe het vroeger was, hebben ze deze aanpassing van het stationsgebouw wel echt... Ja, is die wel heel geslaagd. Maar goed, het park heeft nog andere dingen te bieden. Of ja, momenteel is het wel gesloten, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dus wij gaan door. We wandelen door van Halvar naar de Dino Splash. En de Dino Splash, ja, dat is toch wel een hele speciale attractie. Ik was er erg benieuwd naar in 2015, dat weet ik nog, in zijn openingsjaar. Toen was ik ook naar hier gekomen en toen ben ik er niet eens ingegaan. Heel grappig, dus het heeft eigenlijk tot 2019 geduurd. 2 jaar geleden dus al eigenlijk, wauw, wat gaat de tijd snel. Alvorens ik in deze Dino Splash gegaan ben. En Dino Splash, ja, wat is het? Ja, het zijn eigenlijk waterglijbanen waar je met een bootje vanaf gaat. En het is super mooi gethematiseerd. Nou ja, dino's en een vulkaan. En je kan hier zelfs naar boven wandelen. Ja, kijk mensen. En vooral deze blauwe hier, ik denk dat die de grote golf heet of zo. Ja, die vind ik echt heel goed eigenlijk. Want het is zo'n halfpipe waar je met je bootje naar boven en terug naar beneden gaat. En ja, hij is heel mooi gedecoreerd ook met al die dino's en zo. Ik ben nu beland op de kinderboerderij, is een beetje de doorloopweide van Plopsaco en ik heb allemaal geiten hier, hé. Hey. Superleuk. Oh, die, ja, die heeft er geen zin in. Die denkt van, ja, mij niet bellen, ik heb al zo lang geen volk meer gezien, ik loop gewoon weg. Het is wel heel schattig, vind ik. En hiernaast heb je ook nog steeds dat apeneilandje, waar ook nog steeds aapjes zitten. En ook vooral binnen in hun kot, want daar is het lekker warm natuurlijk. Hashtag blijf in uw kot. Oh, zo dichtbij. Hé, hey, hallo. Wat schattig. Hallo. Oh. Nou, hier zitten de aapjes dus. Echt superleuk. Je denkt ook van, wat is dit? Ja, wat is dit? Geen flauw idee. Oh ja, hier kan ik het veel beter zien. Kijk dan, kijk hoe schattig. Wat leuk. En daar hebben ze een luikje om naar buiten te gaan, natuurlijk, naar het apeneiland. Sterker nog, die gaat er ook vandoor. En voor de mensen die mijn vlog gezien hebben vanuit Plopsaland te pannen en eigenlijk een beetje op de Plopsa camping, de Plopsa Village, die weten dat ik daar een speeltuin heb uitgetest. Dus ja, waarom hier ook niet gewoon hetzelfde doen wanneer je de speeltuin voor jezelf hebt? We gaan beginnen met de draaimolen. Om toch maar een beetje dat adrenaline gevoel te hebben. Oh, ik word zo misselijk hier. Ah, Jezus! Nou, ik ga vallen. Hier staan we dan. Dood en doodsmisselijk. Want ik word al misselijk van een rotonde. Oh god. Ik val echt. Nou, dames en heren, tellen jullie mee af. 3, 2, 1.
De speeltuin hier is helemaal goedgekeurd. En dan wandelen we door naar Vieux-Co. Dat is denk ik het themagebied hier. En dan zien we de mega mini flyer al in de lucht hangen. Dat is best wel grappig dat die zo op een hoogte hangt. En dit is normaal altijd een heel gezellig pleintje. Met terrasjes enzovoort enzoverder. Maar helaas alles dicht, dames en heren. Ik hoop echt waar dat hier spoedig verandering in komt, natuurlijk. En dat dit pleintje weer tot een bruisende plek vol plezier kan worden omgetoverd. Het zou heel fijn zijn. Ik sta hier nu ook gewoon in het midden van de dansende fonteinen. Maar ja, ze dansen helemaal niet. En dat vind ik zo jammer. Maar ja, mensen, zoals ik zei, dit straalt toch gewoon gezelligheid uit. Als je kijkt, heel dit themagebiedje, zeg maar. Met deze mooie, reusachtige toren als backdrop eigenlijk. Ja, ik vind het echt... Ik heb Lopsaco altijd al een leuk parkje gevonden. En sowieso, wanneer de parken weer open mogen in België, gaan we ook weer eens een dagje naar hier. Zeker met een nocturne, dat is echt een grote aanrader. Maar ja, zoals ik daarnet al zei, de night rides op Halvaart, die zijn het echt waard om naar Lopsaco te komen. Ook al ben je niet echt een... Ja, pretpark van en ben je echt zo'n coaster junkie en zo. Echt Halvaart is geweldig. Ik ben even op het verhoogde terras gaan zitten en dan heb je een kei mooi uitzicht eigenlijk hier op deze go-kartbaan. En ik moet eerlijk toegeven, ik heb deze attractie echt nog nooit gedaan. Dus ik zou eigenlijk hier eens tijd voor moeten vrijmaken bij mijn volgende bezoek. Ik verlaat nu dit hele mooie pleintje, Vieux-Co noemt het, als ik me niet vergis. Als ik me vergis zou het echt wel erg zijn, maar ik denk het wel hoor, ik ben er vrij zeker van. En we wandelen een beetje naar de laatste locatie, zeg maar, hier in Plopsaco. We wandelen naar Vicky the Ride. En Vicky the Ride is een spinning coaster gebouwd door Gerslauer. Ook een heel leuk baantje eigenlijk. Ze hebben hier maar twee achtbanen staan, maar het zijn dan echt wel twee hele leuke familieachtbanen waar iedereen zich wel op kan vermaken. Tenzij je snel misselijk wordt, dan is deze achtbaan misschien niet echt helemaal voor jou. Maar ik vind dat natuurlijk te gek, natuurlijk. Kijk, hier staat het dan. En ook dit, mensen, wat een prachtig stationsgebouw. Oh, en als ik zo de achtbaankarretjes zie, dan wil ik er toch wel ingaan hoor. Ik zou heel graag hier deze wachtrij willen inwandelen en een ritje maken. Wauw, prachtig. En ook gek om het zo stil hier te zien. Dat is net als in Plopsaland natuurlijk. Het is hier veel te stil. Ik mis de sfeer, de mensen, de gezelligheid. Wat me net opgevallen is en wat ik nog nooit eerder gezien heb, is dat deze horecapuntje hier ook gewoon half reed. Net als de achtbaan die we eerder in deze video al zagen. Dus dat vind ik wel grappig eigenlijk. En wat vinden we terug nog hier? Een carousel die er ook maar stil bij zit, zeg maar. En daarnaast hebben we nog in de verte de rodelbanen. Hier achter heel deze trek. En het is echt een heel leuk speelsbaantje eigenlijk, Vicky the Ride. En wil je hier nu een offride van zien? Ja, dat kan. Daarvoor moet je de vlog kijken die ik hier vorig jaar ben komen draaien. Kijk, hier is de wolf. Is het een weerwolf? Is het een wielkolak? Geen idee. Maar ja, in de verte heb je nog twee rodelbanen staan. Je hebt ook nog de kabelbaan die heel de berg op gaat. Kunnen jullie daar in de verte zien? Het is echt een heel leuk en gezellig parkje. Ik ben toch nog een klein stukje teruggelopen om deze twee attracties nog eventjes te filmen. De konijntjes die we ook kennen in Plopsaland, de pannen. Er hangen blauwe doeken over. En een heuse midget golfbaan. En deze golfbaan is echt heel leuk om te doen. Die heb ik ook gedaan vorig jaar toen het ook een beetje aan het regenen was. Dus dat was wel heel grappig eigenlijk. Helaas zijn we aangekomen bij het einde van deze video. En ja, dames en heren, waar kan je in Plopsaco beter afsluiten dan aan de prachtige watervallen van Co? Dit is zeg maar de toeristische trekpleister waarom mensen naar hier komen. En dat zie ik ook wel, want het is heel jammer. Op deze brug en op dit uitkijkpunt en zo zie je zo heel veel mensen allemaal bij elkaar. Terwijl er hier echt een heel mooi en groot domein is waar de mensen verspreid zouden kunnen een dagje uitgaan. Zeg maar. Je hebt de watervallen, het pretpark en alles. Dus ik hoop gewoon... wie weet vandaag, want vandaag is dus woensdag waarop ze een nieuwe bijeenkomst houden. Ik hoop gewoon dat pretparken weer een groen licht krijgen, want het kan veilig. Het is veilig, het is bewezen dat het veilig is, want we zijn vorig jaar gewoon open kunnen gaan. Dus ja, wat moet ik zeggen van Plopsaco? Het is een fantastisch leuk parkje, ondanks ik op de doolhof na, op de labyrint na, niks heb kunnen doen vandaag. Het was leuk om hier te wandelen. Ik wil Plopsa bedanken dat ik dit mag doen eigenlijk. Ja, ik ga zeker sowieso terugkomen naar Plopsaco. Dat is sowieso iets wat ik elk jaar doe. Een beetje jaarlijkse traditie. Het park valt super hard aan te raden. Het is super leuk.
En ja, dat is eigenlijk een beetje het einde van deze video. Dus vonden jullie dit leuk? Moet ik dit vaker doen? Doe dan dat blauw duimpje omhoog. Abonneren mag ook altijd, dat kan je doen. Hieronder op de rode knop beneden. Zet dan ook dat belletje aan. Dan mis je geen enkele video meer op mijn kanaal. Volg me op de social media die je hier ergens in beeld ziet. Dan ben je ook altijd op de hoogte van mij en mijn kanaal natuurlijk. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is dat ik jullie bij een volgende video zie. Tot dan!